Welkom! In deze video ga ik jullie uitleggen hoe je polymeren maakt. Vandaar gaat dit hoofdstuk over. Nou, eerst maar eens even over hebben, wat zijn die polymeren nou? Alle kunststoffen, alle plastics die je om je heen ziet voor verpakkingsmateriaal, maar ook kunststoffen die in kleding zitten, zoals polyesters en zo, bestaan uit hele lange koolstofketens. Behoorlijk lange koolstofketens, dat zijn soms wel 800 tot 1000 koolstofatomen lang aan elkaar gemaakt. En als je hele lange ketens hebt, krijg je blijkbaar die eigenschappen die plastics hebben. Daar gaan we uiteindelijk nog wat meer naar kijken, van hoe komt het nou eigenlijk dat het die bepaalde eigenschappen heeft. Maar iedereen weet dat plastics en kunststoffen superbelangrijk zijn in onze huidige maatschappij. We maken daar zoveel spullen van. Het heeft ook zijn nadelen en ook daar gaan we het nog wel even over hebben. Nou, eerst maar eens eventjes leren de scheikunde erachter. Hoe maak je die polymeren? Nou, je maakt ze, het principe is heel simpel, uit hele kleine moleculetjes. En die kleine moleculetjes noemen ze ook wel monomeren. Dat is dus, mono betekent enkel, dus enkel, en meer betekent deel. Dus enkele delen. Dus je hebt hele kleine moleculetjes en die kan je aan elkaar koppelen, als een soort van kralenketting aan elkaar hijgen. En dan krijg je een heel lang gerekt molecuul eruit, wat ze een polymeer noemen. En poly betekent veel, dus heel veel delen aan elkaar gekoppeld. Dat kan je eigenlijk op twee manieren doen, gaan wij nu leren op de middelbare school. Dat is door een additiereactie en door een condensatiereactie. In deze video gaan we naar de additie kijken. Additiepolymerisatie noemen we het ook wel. En dat kan bijvoorbeeld door ethene aan elkaar te koppelen. En dan krijg je eruit de stof polyethene. Dat is mijn allereerste voorbeeld. De opgaven zijn altijd van dit type. Er staat, teken een stukje uit het midden van, en dan komt er welke moet het tekenen. Nou, nu is het polyethene, dus dan is het monomerethene. En hier gaan we straks een stukje uit het midden van polypropeen tekenen. Dus dan is het monomeer propeen. Die heb ik alvast even getekend hier. En de eis is daarbij, dat stukje wat je tekent moet bestaan uit drie monomeereenheden. Dus we gaan een klein stukje hiervan tekenen en laten zien hoe is dat opgebouwd. Je begint altijd met die drie monomeren maar eerst op een rijtje te zetten, dat ze nog niet aan elkaar gekoppeld zijn. Nou, ethene, die kennen we allemaal wel. Dat zijn twee C'tjes met een dubbele binding ertussen. En dan hebben we natuurlijk nog die haakjes daar zo eraan zitten, zodat elke C weer vier bindingen heeft. Dat is ethene. Daarvan moeten we er drie aan elkaar koppelen. Dus ik teken er nog eventjes twee. Hoppatee. En dan gaan we ze eens eventjes aan elkaar koppelen. Hoe kan dat? Zo'n dubbele binding betekent dus dat die C'tjes elkaar met twee handen vasthouden. Dus als we even kijken naar dit C'tje hier zo, die houdt met twee handjes het andere C'tje vast en die pakt hem zo met die twee handjes zo vast. En zo houden ze elkaar stevig beet, maar met twee handjes. Wat zou die C natuurlijk kunnen doen hier? Die zou zeggen, ja, ik hou je wel met twee handjes vast. Ik kan één handje loslaten. En die gooi ik even naar de andere kant, maar ik hou nog steeds die andere ernaast vast. En dat andere handje dat vrijkomt, kan ik misschien wel eens gaan gebruiken. Nou, dat gebeurt er nou bij een additiepolymerisatie. De dubbele binding springt open. Eigenlijk zijn dat geen handjes waarbij die atomen elkaar vasthouden, dat zijn elektronen. Eén zo'n streepje, dat zijn twee elektronen. En wat er gebeurt, is dat het ene elektron gaat bij het ene koolstofatoom zitten en het andere elektron van die binding gaat bij het andere koolstofatoom zitten. Ze gaan niet meer als een binding ertussenin zitten, maar ze komen even los. Dat zegt dat ethenemolecuul ernaast, hé, daar zit een los elektron. En losse elektronen, daar hebben ze een beetje een hekel aan atomen. Ze willen altijd, of eigenlijk elektronen hebben daar een hekel aan. Elektronen willen altijd in paardjes voorkomen. Dus een los elektron, dan zegt dit ethenemolecuul, wacht, een los elektron, we gaan even helpen. We geven hem een elektron erbij. En die laat ook zijn dubbele binding overspringen. En dan gaat één elektron die C en één elektron gaat naar die C toe. En dit is dus een kettingreactie, want de volgende ethenemolecuul zegt, hé, daar zit weer een los elektron. Ik laat ook mijn dubbele binding openspringen. Hoppatee, één elektron daarheen, eentje daarheen. En dat gaat maar door zo. Uiteraard is er ergens een begin en een einde, dat hoef je niet te weten wat dat is. Maar er is een startmolecuul, die heeft een los elektron, een radicaal, hoef je niet te weten. En uiteindelijk kan dat molecuul ook weer reageren. Die vangt dan één elektron los elektron op, want hij heeft er al eentje. En dan start en stopt hij mee. Nou, goed, wij kijken alleen naar een stukje uit het midden. Dus dit gaat gebeuren. Wat levert dat nou op? Voordat we even nieuwe bindingen tekenen, even de situatie met de dubbele binding die verdwenen is. Oké, we hebben dus dit wat overblijft van ethene. Er is nog maar een enkele binding tussen die C'tjes. Hop, hop, hop. Je ziet, de covalentie klopt nu ook niet meer. Elke C heeft nog maar drie bindingen, maar dat gaan we zo corrigeren. Hop, hop, hop. Die ziet er zo uit.
Wat is er nou gebeurd? Nou, hier tussen zijn dus twee elektronen samengekomen. En twee elektronen is de binding. Dus hier is een nieuwe binding tussen gekomen. En nu zijn die twee ET-moleculen ineens aan elkaar gekoppeld. En dat gebeurt hier ook. Binding ertussen, ze zijn aan elkaar gekoppeld. En zo kan je dus een hele lange slier van koolstofatomen aan elkaar koppelen. Polyethene is bijvoorbeeld, boterhamzakjes zijn daarvan gemaakt. Daar zitten volgens mij al gauw iets van 600 tot 800 koolstofatomen aan elkaar vast. Het zijn enorme ketels. Nou, we zijn nog niet klaar, want het uiteinde heeft hier, die C heeft drie bindingen. Dat kan niet, hij moet er vier hebben. En we moeten een stukje uit het midden tekenen. Dus we moeten aangeven, oké, dit gaat natuurlijk maar zo ver. En dat doen we door een golfje te tekenen. Dat golfje geeft aan, dit gaat op deze manier maar verder. En aan de linkerkant ook een golfje. En dit is een stukje uit het midden van polyethene. Er is ook nog een andere notatie voor dit soort polymeren, dat doen we ook nog wel eens. Dan tekenen we maar één repeterende eenheid. Wat bedoel ik daar nou mee? Nou, een repeterende eenheid is eigenlijk die twee C's, dat was de monomereenheid, dat is het deel wat zich telkens herhaalt en aan elkaar gekoppeld werd. Je kan dit verkort weergeven door te zeggen, nou, dit is de repeterende eenheid. En je mag in de plaats van die haakjes natuurlijk ook gewoon streepjes zetten hier zo. Ik deed alleen even voor het voorbeeld dat het misschien wat duidelijker eruit ziet. Ik ga het nu even zo tekenen. En dan zetten we die repeterende eenheid tussen haakjes. En dan doen we de binding er doorheen, als in het gaat op die manier verder. En dan zetten we een n'tje rechtsonder. En dat n'tje bedoelen we mee, dat zijn de natuurlijke getallen. Heb je bij wiskunde gehad? Dat zijn alle gehele getallen boven de 0. Dus vanaf 0. Dus 0, 1, 2, 3. Dit kan 500 zijn, dit kan 600 zijn, 742. Maar dan weet je hoe vaak het zich gehaald en hoe lang dat ding is. Dit is niet wat je hier als antwoord mag geven bij de vraag. Want de vraag is hier tekenen een stukje uit het midden. Dat bestaat uit drie monomereenheden. Dus dit is het antwoord. Maar dit soort notaties zul je ook nog wel eens zien. Die moet je ook weten. Dan moet je ook weten wat het betekent. Nog even ter duidelijkheid. Voor de duidelijkheid. Dit is het enige wat ik natuurlijk nakijk. Dat wil ik weten. De rest is allemaal even voor jezelf wat je daarvoor hebt. Goed, dan gaan we nu naar polypropeen. Want als dit alleen maar was, zou het heel simpel zijn. Sommige blijven ook zo simpel. Maar het wordt wat lastiger als het een wat langere koolstofketen is. Zoals bijvoorbeeld bij polypropeen. Een veelgemaakte fout is dat mensen het volgende gaan doen. Die zeggen, oké, polypropeen. Moet drie monomereenheden weer aan een stukje uit het midden doen. Ik ga het foute voorbeeld even met twee maar doen. Ik hoef het minder weg te vegen. Dan zeggen ze, deze twee gaan aan elkaar koppelen. Oh, dat komt er dus zo uit te zien. Hop, 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 hop. Even de haakjes niet meer uittekenen. Dat hoeft ook niet. Hop, hop, hop. De andere propeen. Ladila. Golfje. En klaar. En dit is natuurlijk hartstikke fout. En dat weet je al, want dan zou polypropeen hetzelfde opleveren als polyethene. Dat zou wel een beetje gek zijn, hè? Nou. Waar gaat het hier nou mis? Wat er misgaat is dat deze dubbele binding springt open. Dus één elektron daarheen en één daarheen. Maar dan is het dus niet zo dat deze C aan deze C gekoppeld wordt. Want dat is wat hier eigenlijk gebeurt. Maar deze C heeft geen dubbele binding die open springt. Die heeft geen mogelijkheid. Die zit helemaal vol met zijn drie haakjes. Deze C kan niet aan die C binden. Deze C kan wel aan die C binden. Want daar zit van de dubbele binding. Nou, hoe ga je dit nou even oplossen zodat de tekening wat mooier en duidelijker wordt en klopt? Je gaat zorgen dat die dubbele bindingen op een rij staan en dat die C met die drie haakjes zit eigenlijk in de weg. Want deze C wil dan die C binden. Dus als ik deze nou even hier weghaal en die zet ik hier zo neer, een C met drie haakjes, dan kan ik hem eens makkelijk koppelen aan deze. Dan ga ik deze monomereenheid natuurlijk ook even zo tekenen. Dus ook hier ga ik zeggen, C, C, C. Dan laat ik hem nu even met streepjes gewoon doen. Hoppapé. Zo. En dat doe je bij deze dus ook. De derde. Nou, dit is even een algemene regel. Als jij met additiepolymerisatie moleculen aan elkaar gaat koppelen, zorg je dat die dubbele bindingen altijd op een rij staan. Daar begin je dus eigenlijk. Eigenlijk is elke tekening, die begin je met dit te tekenen. En dan vervolgens zitten er nog wat andere dingen aan. Dus die H kan je in dit geval hier vervangen door een C met drie haakjes. Er kunnen nogal meer C'tjes aan vasthangen. Maar alles wat in de weg zit, wat aan die dubbele binding vastzit, gooi je naar boven of naar beneden. Dus deze naar beneden. Als er nog meer aan zat, kom ik het nog omhoog tekenen waar je maar zin in hebt. Als je dat netjes hebt getekend, ga je ze aan elkaar koppelen. Kan een pijltje bijzetten. Wat gebeurt er? Die dubbele binding springt open. Eén elektron daarheen, eentje daarheen, eentje daarheen. En nu kunnen deze C-atomen aan elkaar gekoppeld worden. Want dat zijn de C's van de dubbele binding. Nou, wat levert het op? Dit is wat er gebeurt. Als de dubbele binding openspringt, dan hou je alleen nog dit over. En hier hou je alleen nog maar dit over. Zo, en wat gebeurt er? Er ontstaat hier een nieuwe binding. Er ontstaat daar een nieuwe binding.
En de uiteinden moeten we ook aangeven, want het is een stukje uit het midden wat ik moet geven. Ik had het niet opgeschreven, maar de opgave is hetzelfde, de opdracht. En hier ook een golfje om aan te geven, een stukje uit het midden, drie monomereenheden en zo gaat het maar verder. En het verschil is dus dat we een uitsteking uit die polymeerketen. En dat geeft hele andere eigenschappen voor een plastic. Nou, dit is conditiepolymerisatie. Succes ermee!